Aan de telefoon vanuit Bergen, Noorwegen hebben we René de Heer. Hij is wethouder economie in de gemeente Zwolle. René, u bent op dit moment op de Hansendagen in de plaats Bergen in Noorwegen. Wat zijn nou precies Hansendagen? Kun je dat uitleggen? Ja, dat is een jaarlijkse bijeenkomst van alle meer dan 120 Hansesteden in Europa. Die elkaar elk jaar treffen rondom cultuur, rondom economische zaken. Maar vooral ook rondom het gegeven dat je een Hansestad was vroeger en nu weer wilt zijn. En dat is een ongelooflijk leuke bijeenkomst met heel veel bezoekers en ja, heel veel effecten. Ja, want het was echt vroeger een Hanse verbond, om het zo maar te zeggen. Een groot aantal steden in Nederland en Duitsland, in Scandinavië, zeg maar. Die met name ook via de scheepvaart, dacht ik, een beetje aan elkaar verbonden waren. Kan dat kloppen? Ja, vroeger was het zo dat je met de boot, dat was eigenlijk de veiligste reis. En steden deden met elkaar handel door goederen naar elkaar te brengen. En dan had je soms overslagsrecht. Daar is het Hanzenverbond uit ontstaan. En het Hanzenverbond is eigenlijk een soort voorloper van de Europese Unie. Vrij handel. Als jij lid was van de Hansesteden, mocht jij handel drijven, mocht je goederen daar ook opslaan. En er was ook een soort bankverkeer. Dus er was ook een soort geldverkeer. En ja, dat zou je kunnen vergelijken met één munt. Ja, nou goed, dan kom je natuurlijk gelijk ook op het economische verhaal. Dus een soort handelsmissie, ja? Ook voor jullie. Ja, zo zou je het wel kunnen zeggen. We hebben een kleine 50 ondernemers bij ons, waarvan de 15 uit Zwolle, een aantal uit Deventer, een aantal uit Doesburg, een aantal uit de regio Zwolle, die allemaal dus willen kijken van wat is dat nou, die Hanze. En het leuke daarvan is dat je, als je allemaal elkaar verbindt op de Hanze, dan zijn ondernemers ook wat geneigd om elkaar wat makkelijker te gunnen, iets meer te vertrouwen, want ja, je komt uit die Hansestad, dus dat zal wel goed zijn. En het geeft dus eigenlijk een enorme boost aan het ondernemerschap voor al die mensen die een stap willen maken internationaal met hun handel. En daar is de Hans een heel mooi vlag voor. Oké, en welke sectoren heb je nou meegenomen, bijvoorbeeld vanuit de regio Zwolle? Nou, wat mee is gegaan zijn ondernemers van allerlei pluimage, maar we hebben de nadruk een beetje gelegd op water. Want volgend jaar, 2017, dan zijn deze internationale Hansendagen waar ik nu ben, in Kampen. Ja. En daar is het thema water verbindt. En wat we eigenlijk hebben gedaan is ondernemers meegenomen die iets hebben met havens, logistiek, transport over water, dingen doen met water. En dat is vooral in Bergen natuurlijk een hele mooie match, want dat is een havenstad met heel veel industrie die gericht is op innovatie op het water. Ja, en nou is het zo dat bijvoorbeeld als je het dan over water hebt, het Port of Zwolle is ook aanwezig, heb ik begrepen. Ja, dat klopt. Ja, want, sorry. Ja, ja, zijn er al mooie contacten gelegd, zeg maar, waar we als Port of Zwolle wat aan kunnen hebben in Noorwegen? Nou, dat is denk ik wel wat lastig om dat na zo'n 4 dagen te zeggen. Want Port of Zwolle is met name bedoeld om zeg maar de hub te zijn tussen Antwerpen, Rotterdam, Amsterdam en het achterland. Dan hebben we het over havens als Bremen, ja. Hamburg. Noorwegen is lastig, maar er zijn wel connecties gelegd. En dat is het eerste begin. Er zijn connecties gelegd, zodat je elkaar in het normale, reguliere leven wat makkelijker kunt spreken. En dat is een van de hele belangrijke dingen. Ja. Dan haal je het al even aan, hè, dat er volgend jaar is Kampen de gaststad voor de Hansendagen. Nou, we hebben niet de Kampen Kochen, maar wat hebben we wel, wat we als Zwolle kunnen laten zien? Nou ja, als je kijkt dat Zwolle een van de steden is die de Hanze van de moderne tijd heeft opgericht in 1980. Toen heeft Zwolle eigenlijk alle Hansesteden die toen bekend waren bij elkaar geroepen en gezegd van we zouden in deze nieuwe tijd weer een stedenverbond moeten zijn. Ja, dan brengen wij feitelijk als Zwolle naar Kampen het Hansegevoel. En Kampen is een prachtige Hansestad. Waar heel veel historie te zien is. En zij hebben die kochen, wat het bijna het symbool is van de Hanze. En als je dat bij elkaar optelt, dan denk ik dat in 2017 er een ongelooflijk mooie internationale Hansedag in Kampen is. Met en heel veel bezoekers op toeristisch vlak. Hier in Bergen bijna 300.000 mensen in deze afgelopen dagen. En heel veel ondernemerschap. Ja, oké. Okay. Nou, we hopen dat we met heel veel mooie ideeën terugkomen, zeg maar, ook voor volgend jaar. Hè, met hele goede contacten in ieder geval die gelegd zijn. Ik wens jullie nog veel succes en veel plezier daar.